Ik heb nog nooit zo'n video gemaakt als deze volgens mij. Dit is insane. Yo Nintendo fans, de laatste tijd zijn we lekker veel Pokémon kaarten aan het uitpakken. En vandaag heb ik weer twee mooie boxies. Want wat te denken van deze Vaporeon VMAX Premium Collection box. Onwijs cool. En weet je wat, dan hebben we ook nog deze Special Collection Session V Union box. Die doen we ook gewoon even vandaag. Dus knal het duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. Want dan mis je geen enkele video. Woe, kijk hoe vet deze Vaporeon V kaart is. Onwijs cool. Hij ligt lekker te chillen op de zeebodem. Ik vind dit heel cool. Maar ik vind deze misschien nog wel cuter. Kijk dan. Je ziet hier ook allemaal Milotic omheen zwemmen en frillisjes en zo. Oh, dit is echt wel een hele coole art. Ja, deze premium boxen van Vaporeon, Jolteon en Flareon zijn heel cool. Flareon en Jolteon hebben we al uitgepakt. En vandaag is het dus de beurt aan Vaporeon. Ook zit er weer een leuke Vaporeon pin in deze box. En natuurlijk ook weer een oversized kaart. En dat is de eentje van Vaporeon VMAX. We hebben een Vivid Voltage pakje, een Evolving Skies pakje, een Rebel Clash en twee Fusion Strike pakjes. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog die Session box. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit altijd heel gaar vind. Dan knippen ze die kaart soort van in vier kaarten en dan krijg je dus dit. Ik vind dit compleet waardeloos. Gelukkig zit er nog een Professor Burnett bij. Kijk, dan is dit veel toffer als je gewoon een grote kaart krijgt en die zit gewoon aan elkaar. Is toch veel beter? Gewoon zo. Lijkt me logisch, toch? Anyway, hier hebben we ook weer vier pakjes. Namelijk Evolving Skies, Chilling Rain, Vivid Voltage en oh, een base set. Sword and Shield. Dat is lang geleden. Weet je wat? Laten we daarmee beginnen. Zou toch leuk zijn, hè? Als ze ons weer een keer een goede kaart gunnen uit de base set. Want dat is voor mijn gevoel zo lang geleden dat we dit hebben uitgepakt. Anyway, Galarian Stunfisk. Een Drizzile. Chinchu, Baltoy, Nickit, die staat hier voor dat huis denk ik van Magnolia of zo lijkt het wel. Vulpix hebben we hier, een Pinchurch in onze bilneus Pokémon, een Lantern Reverse en ja, als laatste hebben we gelijk wat moois jongens uit de base set. Grammarant V. Ik vind het best wel cool dat hij niet echt een hele drukke achtergrond heeft, maar juist een achtergrond in een contrasterende kleur. I like it. Grammarant V, we beginnen gelijk. Goed jongens, mooi kaartje hoor. Die is ongeveer 5 euro waard, dus het is gewoon best wel een lekkere start dit. Dan Rebel Clash. Jullie mogen de codekaart hebben. Kijken of we gelijk door kunnen pakken met die goede pools. We hebben hier namelijk een Fellings, een Masquerain, een Nugget. Ja, die kan je verkopen voor veel geld. Alleen niet in real life, denk ik. Een Helioptile. Een Hornage. Zwaard Pokémon. Litwick. En onze Kaars Pokémon. Wow. Wow, wow, wow. Oké. Ik heb nog nooit zo'n Galarian Corsola gezien. Normaal ziet hij er heel anders uit. Deze lijkt oprecht dood. Gewoon overleden en alles. Dit is... Nou, dit is freaky, man. Oké, laten we doorgaan. Een Binnacle. Wat cool. Een Reverse Magikarp. En kijk deze Derpy Pikachu. Dit lijkt wel die Pikachu van die tandenpoets-app. Wat? Oké, en als laatste... Wat? Copperajah V. 2 uit 2. Gelijk nog een vette pool. Wat? Oké. Dit is lekker. Ik vond Copperajah een van de sterkste Pokémon in Pokémon Sword and Shield. Ik heb met deze Pokémon zoveel tegenstanders gewiped. Dit is niet normaal. Jeetje joh, wat een begin. Eerst Cramorant V en daarna de Copperajah V. Nee, oké. Dit is heerlijk. Kijken of Chilling Rain ook wat moois heeft. Ik ga niet liegen. Het wordt 3 uit 3. Dit is zo sick. Dit is zo sick unboxing. Wordt dit mijn beste unboxing ooit? Het zou zomaar kunnen. We beginnen met Wurlipede, Cybolt, Laren, Snorunt. En eigenlijk boeit het helemaal niks welke dit zijn. Want we willen gewoon door naar de laatste kaart. Quillfishy, Ralts, Reverse Reboot. En als laatste hebben we... Yo, Galarian Articuno V. Ja! Het is geen alternative art of zo. Maar alsnog cool. Dit is mijn eerste legendary bird uit Galar volgens mij die je krijgt op een kaartje. Yes! Moly moly jongens. Galarian Articuno V. Nou. We hebben gewoon 3 pakjes opengemaakt. En in 11 pakjes zat een goede kaart. Dit is niet te doen. Ik durf nu gewoon niet meer verder uit te pakken. Het kan alleen maar slechter worden, toch? Let's go Fusion Strike. Oké. Een energy kaart. Eldegoss. Galarian Persecutor. Deze vind ik grappig. Ja, ik vind dit sowieso wel een leuke Pokémon. Dit is sowieso ook wel een toffe kaart. Ik hou wel van dit steltje met van die dikke lijnen. Fusion Strike Energy. Shelmet. Drillbur. Benelby. Mudkip. Caterpie. Power Tablet Reverse. En als laatst... Kijk dan. Kijk dan. Dit is... Hoe kan dit? Hoe kan dit? Dit is de beste
video ooit. 4 uit 4. Dit wordt gewoon het vierde pakje en de vierde V-kaart. Nou, Bolton V. Hoe vet ook trouwens. Kijk hoe boos die is. Kijk al die elektriciteit. Wat de henkie. Ik heb nog nooit zo'n video gemaakt als deze volgens mij. Dit is insane. Ik weet het, ze zijn allemaal niet zo heel veel waard. Maar al die V-kaarten, dat is gewoon... dat is zo cool. Dit lijkt wel rigged, jongen. Dit lijkt wel rigged. We gaan het volgende pakje doen. Nou, oké. Okay. Let's go. Als dit er weer een wordt, ik word gek, hè. Simisage, Dancer. We gaan gewoon door. Hawlucha. Dan Plusle. Munna. Meowth. Meryl. Oh, super cute. Liliopdal. Deze is ook wel cool. Die heeft iets te veel elektriciteit gehad op zijn bakken, zo te zien. Wel een leuk kaartje. Die ken ik helemaal nog niet. Galarian Persian. En als laatst. Oké. Weer een holo rare, hè? Geen grap. Het is geen V-kaart, maar het is een holo rare Fusion Strike Toxtricity. Oftewel, eigenlijk is dit ook gewoon weer een hele goeie. Dit is echt ongelooflijk. Maar nu dan Evolving Skies. En daar wil ik altijd vette kaarten van, want die vind ik vet. Hier weer een codekaartje voor jullie. En daar gaan we. Een Toy Catcher. Hippodown. Golducky. Dwebbeltje. Hippopotus. Zorua. Psyduck. Rufflet, Reverse Pikachu en ons laatste Sharpedo. Ja. Maar ja, we hebben al 4 goede pakjes gehad. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in elk pakje een V-kaart zit. Al leek het even wel die kant op te gaan. Kom op, Evolving Skies, let's go. Een Dream Ball, Stormy Mountain, Boldor, Slackot, Petalil, Pikachu, Pumpkaboo, Rufflet. Die hebben we al heel vaak gezien de laatste tijd. Ursaring en als laatste... Copycat Rainbow Rare. Dit is officieel volgens mij de beste video die ik ooit heb gemaakt. Dit is insane. Kijk hoe cool. Hier staat ook Marnie en Lian staan erop. I like it, man. Dit is zo'n vette kaart. Hij is ongeveer 10 euro waard. Dus niet per se heel veel, maar ik vind hem gewoon heel erg cool. Weet je, ik verkoop mijn kaarten toch niet. Ik doe het toch om te verzamelen, dus boeien. Yo, wat een sick video, jongens. En dan hebben we nog 2 pakjes Vivid Voltage te gaan. Als hier ook nog wat in zit, word ik gek. Een Steel Energy. Nuzleaf. Een Wash Energy. Oké, grappig. Een Kurchester Bath. Tuttle. Picky Pack. De Denne. Booper in zijn badje. Jamma. Oeh, zo. Deze is ook sick. Reverse Electrode. Ik dacht even dat dit ook een speciale kaart is, want hij is helemaal goud. Een hele toffe kaart van Electric. Hij heeft wel hoofdpijn volgens mij. En de laatste is een Lycanroc. En dit is pas onze eerste non-holo rare of geen VMAX of whatever. Dit is de eerste mindere pool. En we zijn bijna aan het einde van de video. Het laatste pakje, jongens. En misschien zit hier ook nog wel gewoon wat in, want zo'n video is het. We hebben hier een Kakuna, Loudred, Winden Stadium, Slugma, Beldum, Milkery, Wooper, Ninjada. Oeh, nice. Reverse Jolteon. Heel cool. En als laatste hebben we een... Nou, weer een holo rare, een Dialga. Oké. Legendary holo rare. Geen V, maar wel gewoon cool. Maar jemig, man. Hoeveel goede kaarten. We begonnen natuurlijk met Vaporeon V, omdat het zijn box was. Een Vaporeon V-Max, de andere promokaart. Gelijk! Cramorant. Heel leuk. Super vet kaartje. Daarna, Copperajah V. Ook super leuk. Toen, Galarian Articuno V. Alsof het niet ophield. Gelijk daarna, Boltant V. En daarna nog eventjes een hele mooie trainerkaart. De Rainbow Rare Copycat. Super. Nou heb ik ook zulke vette boxen uitgepakt van Flareon. Kijk maar naar deze kaart. En naar deze VMAX kaart. Maar ook van Jolteon. Kijk deze VMAX kaart. En deze V-kaart. Als je die video's nou ook wil zien van Jolteon en de Flareon Box, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en check ze even op mijn kanaal. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!